Hoi en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Een Rijker Leven. Laten we er eens vanuit gaan dat bitcoin terug gaat zakken naar 20.000 dollar. Daar schrik je misschien van als ik dat zeg, dat het terug gaat zakken naar 20.000 dollar. Er is geen garantie dat het gaat gebeuren. Maar laten we even in alle twijfels die op dit moment er zijn in de markt... een death cross die op de loer ligt van de kruising van de, uh, de 50 dagen Simple Moving Average met die van de 200-dagen Simple Moving Average... en het feit dat we al ruim een tijdje onder de boeren support band zitten... laten we er maar gewoon eens even vanuit gaan dat we nog verder gaan zakken naar de 20.000 dollar. Mijn gameplan? Ik heb er eigenlijk twee. Eén is dat ik doe helemaal niks. Al mijn posities in de crypto space laat ik gewoon staan... En het moment dat er de bodem echt in zicht is, de definitieve bodem, koop ik gewoon weer bij om uiteindelijk, als die bitcoin dan naar 100.000 dollar gaat, alsnog een enorme profit te kunnen maken. Mijn tweede strategie is een beetje een hybride situatie. En dat is degene die op dit moment sterk maar een voorkeur heeft. Ik heb een holding portfolio waar ik niet aankom. Dat is een portfolio die de komende zeker 10 jaar misschien wel twintig jaar gewoon in de koelkast staat, waarbij ja onderhevig aan enorme uh, stijgingen, dalingen maakt allemaal niet uit. En daarnaast heb ik een deel van mijn portefeuille waar ik wel echt nu een aantal stoplosses heb geprogrammeerd. Wat betekent een stoploss? Een stoploss betekent heel simpelweg dat stel even even als voorbeeld dat de prijs, uh, pak gewoon even een mooi rond bedrag, de prijs van Bitcoin Ongeveer 30.000 dollar is en daardoorheen zakt, dan maakt hij een order aan uh, om vervolgens zo dicht mogelijk bij de 30.000 dollar de positie te verkopen. Dit is een manier om jezelf ook te beschermen dat bij enorme stijgingen, dat je op een gegeven moment zegt van nou: het wordt tijd om winst te nemen, of als de positie hier doorheen zakt, dan verzilver ik in ieder geval nog een x percentage winst. Nou, dat is wat ik van geval op dit moment gedaan heb bij een deel van mijn positie voor Bitcoin, Ethereum en Cardano. Heb ik er vertrouwen in dat we nog veel hoger kunnen qua koers? Ja. Heb ik er vertrouwen in dat dat in de komende drie maanden gaat gebeuren? Steeds minder. Acht ik de kans groter dat we eerder teruggaan naar 25.000 dollar dan dat we teruggaan naar 50.000 dollar? Die kans acht ik groter. Ja, waar baseer ik dat op? In ieder geval, als je kijkt naar de grafiek, is het overduidelijk dat we door de Bitcoins uh, Boeren Support Band heen gezakt zijn. Ik zal hem even in beeld uh, toveren. En dit is dus de Bitcoin uh, Boeren Support Band. Daar zijn we ruim doorheen gezakt. Al een tijdje aan het zoeken. Wat gaan we nou doen? Ja, de kans dat we hier weer boven komen, wordt in mijn ogen echt steeds kleiner in de korte termijn. Dus ik ben van mening dat de kans dat bitcoin naar beneden gaat. Dit is ook een bearish patroon, symmetrical triangle, is in mijn optiek groter. We zijn op dit moment al de supportlijn. Vandaag zoveel keren aan het testen. Als je kijkt naar de kleinere tijdframes. Dat ja, is gewoon een matter of time voordat we daar doorheen zakken. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een aantal stoplosses dus geprogrammeerd voor Ethereum, Bitcoin en Cardano. Dat als het gebeurt dat ik een deel van mijn positie verkoop nog steeds met winst en op het moment dat we dan de volgende bodem raken of hopelijk dan de definitieve bodem om dat geld wat ik hier dan voor zilver vervolgens weer te herinvesteren in crypto om daarna weer mooi de beweging omhoog te maken of dat gebeurt natuurlijk niet en we blijven langer in deze beermarkt waar we nu in zitten dat valt natuurlijk te bezien alleen ik wil toch even aangeven dat ik persoonlijk minder bullish ben op de korte termijn... en dat we dus gewoon even ja, over deze hobbels heen moeten. En hopelijk, en hopelijk zit ik er helemaal naast... en gaan we binnen nu in een week knallend bitcoin omhoog... waar ik natuurlijk alleen maar blij mee zal zijn. Uh, het is wel iets waarvoor ik wil waarschuwen. Er zijn veel signalen die, die toch echt dat bitcoin echt nog wel verder zou kunnen zakken. Dus als je denkt op dit moment, buy the dip... dit is een hartstikke mooi moment... Op de langere termijn, en dan praat ik echt over een jaar, meerdere jaren, denk ik sowieso dat ik daar volledig mee eens zou zijn dat dat goed is om te doen met geld wat je kan missen. Vandaag de dag wacht ik nog steeds even met verder bijkopen en mijn positie versterken van Bitcoin. Ik wil eerst zien wat hier gebeurt. Gaat Bitcoin uit deze symmetrical triangle naar boven uitbreken? Dan nog komen we echt nogal flink wat weerstand tegen. Hoe gaat hij daarmee om? Gaan we daar doorheen? Ja of nee? Dat zijn toch echt wel bewegingen waar ik heel erg naar uitkijk. Voordat ik weer met overtuiging denk. Oké, okay, we gaan weer gewoon verder stijgen naar de 60, 70, 80.000 dollar. Uh, en dan kan ik prima weer op 45.000 dollar instappen. Doe ik dat nu? En uh, uh, bitcoin zakt naar 25 of misschien wel zelfs 20.000 dollar. Ja, het voelt voor mij gewoon nu niet het moment om uh, bij te komen. Als er dan uh, een ander nieuwtje is, uh, wat ik wel in ieder geval prachtig vind om te zien, is dat je nu ook ziet dat uh, ja, goed, andere landen zelfs bezig zijn. In ieder geval één specifiek land, El Salvador, bezig is uh, om uiteindelijk Bitcoin tot een wettig betaalmiddel te maken. Daar is ook een artikel over in, uh, op uh, tweakers. Uh, dat is niet zomaar gedaan, want het moet eerst daar nog even uh, door, uh, door het. Uh, door de Eerste Kamer heen, zullen we maar zeggen. Er is maar één Kamer, niet als in Nederland dat er twee zijn. En uh, in ieder geval de, de president, ja, die heeft zelf met zijn partij vijf van de 84 zetels. Dat is natuurlijk nooit genoeg om het er doorheen te krijgen, maar hij heeft wel een bondgenootschap waarmee ze samen op 61 zetels komen. Ja, de vraag is of ze het er doorheen krijgen, dat zou wel heel mooi zijn. Want ook El Salvador, een land wat ongeveer de helft zo groot is als Nederland, uh, zo'n 6 miljoen, 6,5 miljoen inwoners heeft. Uh, ontzettend veel armoede ook is. En dit is erg belangrijk. 70% zouden geen bankrekening hebben. Uh, dit is ook juist de reden waar uh, Cardano ook mee bezig is in Afrika. Om banking die unbankt. Uh, daar hebben heel veel mensen ook geen identiteit. En daar is dus ook geen, uh, ook geen bankrekening. En daarmee is het heel belangrijk om die mensen wel een digitale identiteit te geven. En de mogelijkheid te geven om dus ook. Financieel iemand te zijn waarmee ze land kunnen kopen, andere transacties kunnen doen, geld naar elkaar kunnen overmaken, dus ook veel meer ondernemerschap te hebben en de mensen een gelijke kans te geven om mee te ontwikkelen, net zoals dat de ontwikkelde landen reeds zou kunnen. Dus dit zou voor een land als hartstikke mooi zijn als ze de crypto gaan inzetten om dat stuk mogelijk te maken. Dus dat vind ik een hele positieve beweging. Zal dat meteen betekenen dat als die wet er doorheen gaat, dat dat geaccepteerd wordt dat Bitcoin naar de 100.000 dollar knalt? Nee, dat verwacht ik niet. Want nogmaals, zo groot is El Salvador ook weer niet op wereldschaal. Um, maar goed, het is natuurlijk wel een beweging. Dat als ze, zeggen, als, als ze zien van hé, hey, dat kan, dat werkt. En het heeft een hele positief effect op de economie daar. Gaan andere landen wel volgen? En dat is natuurlijk een patroon wat we graag zullen zien. Dus ik uh, hoop wel dat het er doorheen gaat. Want het is wederom natuurlijk een hartstikke mooie stap weer... ...in de verdere acceptatie van uh, de hele crypto space. Korte termijn uh, ben ik dus uh, wel bearish. Uh, ik ben erg voorzichtig. Uh, en ik kijk uit uh, naar de dagen dat we uit deze symmetrical triangle gaan... Uh, ...wat inmiddels, nou ja, de, het zal echt één deze dagen zijn. Het punt had ik eerder al getekend dat die al geweest zou zijn. Maar goed, we zien dat de tijd verstrijkt en we blijven nog in het patroon... En, uh, voor 12 juni zou het zomaar gebeurd kunnen zijn. Dat we of naar boven gaan of naar beneden. En, en mijn verwachting is eerder dat het uh, naar beneden uitbreekt. Ja, en hoe uh, hard zou dat dan kunnen zakken? Als ik uh, dan uh, even hier zou tekenen, stel dat hij hier naar beneden zakt. Nou ja, worst case, dan kom je toch al snel tegen de 25.000, iets om, ja, rond de 25.000 dollar. Uh, zou zomaar kunnen gebeuren. En mocht het naar de bovenkant uitbreken. Dat zou natuurlijk hartstikke boelisch zijn, want dan komen we gewoon weer hartstikke prachtig terug in de boelmarkt. En natuurlijk willen we dat allemaal heel graag zien. Uh, zou ik zeker niet uh, overliegen. Alleen ik wil toch ook realistisch zijn dat het zomaar zou kunnen zijn dat het niet het geval is. En dan wil ik liever een stukje kapitaal hebben. Waarmee ik dan deze dip kan kopen. Tot op het moment dat we dan weer teruggaan naar 50k. Dan pak je al meteen alweer een mooie verdubbeling, natuurlijk. We gaan het zien. Tot zover eigenlijk even de update. Vind je dit soort updates interessant, laat even een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd, vergeet je zeker niet te abonneren. Er komen meerdere video's, sowieso altijd op zaterdag om 10 uur ochtends. En dan bedankt voor het kijken en dan zie ik je graag weer in de volgende aflevering. Tot ziens.